jongens. Het schermpje van mijn camera is net los. Maar het schijnt dat dat dus vaker gebeurt met deze camera. Dus hij is kapot, maar ik heb die schroefjes nog wel. Wij staan nu te wachten. Wij gingen met de trein. En ik dacht dat is ook best wel leuk, want dan kunnen we ook een beetje meer van het land zien. En het is niet zo lang. Het is 40 minuutjes of zo in de trein. En die moet volgens mij één keer overstappen. Celine is zich aan het aanstellen. Maar, en dan zien we nog een beetje van Finland. Maar mijn schermpje is dus kapot, dus dat is niet top. Dat ze dit dus al een tijdje wel proberen, dus ik ben benieuwd. Bruh. Het schijnt dus hele, hele zure snoepjes te zijn, toch? Hè? Ja. Is het lekker? Is het echt zo zuur? Nee. Ik wil ook proeven. Het is echt zo zuur. Ik ben benieuwd. Even bij de wc. We hebben het afgeschreven genomen van Joost. Celine is in een dilemma. Niet je knuffels op de grond. Oké, ik weet niet of jullie het weten, maar zoals jullie weten heeft Celine Bella, laat het even zien, altijd bij haar. En nu komen wij dus bij winkel met allemaal knuffels. Dit is trouwens die mannentrui die ik heb gekocht. En dan gaan we nu even de winkel laten zien waar we het over hebben. Ja, dus we hebben nu een winkel gezien met allemaal van die knuffels. En we dachten het is wel tijd om de familie uit te breiden. Omdat ze deze ook altijd zo gebruikt. Maar ze kan dus absoluut niet kiezen. Dus ze wordt helemaal gek. Kijk. Ze houdt echt van deze knuffels. Niks dat het twijfelijk is. Tussen die. Kan je laten eens zien? Ze twijfelt tussen die twee. Zet even in de reacties welke jullie zouden nemen. Maar ja, daar heb je niks aan, want we moeten hem nu al kopen. En als ze deze vlog zien, is dat te laat. Mm. Dus welke ga je kiezen? Je moet nu kiezen, want we moeten gaan borden. We dachten, we gaan even naar de wc. Ik kan ze even nadenken, maar ze weten nog steeds niet. Nu. De keuze is gemaakt. Oh, omdat deze een hoofdje is. Omdat deze een schattig hoofdje is. Oké, okay, neem die. Deze niet. Oké, okay, keuze gemaakt. En hoe heet ze? Of gaan we erover nadenken? Dankjewel. Oké, alsjeblieft, pak. Ja, is goed. Kom, we gaan. Nee, nee, verkeerd. Andere kant. Oké, gaan we even zo een naam verzinnen? Ja, hij heet dus Bot. Maar wij maken het lekkere meisje. Thank you.
Dankjewel Max. Door jou, door Oompie doe je dat heel de tijd. Huh? Dat heb je van Oompie hoor. Oh. Oké, we hebben dus een nieuwe naam. Hola, Fix. Nee! En ook geen Olava. Nee, Olava. Nee. Nava. Nee, Bella Nava. Nee. Nee. Oké, de zoektocht naar de naam gaat nog even verder. Je zou nog op internet kijken. Ja, dat doe ik zo wel dan als we thuis zijn. Ik wou dus heel graag een serie kijken die ik had gedownload. Maar is het belangrijke werk doen. Maar ik ga toch eerst editen. Dus als ik nu misschien iets van anderhalf uur aan het editen ben, dan kan ik ook nog even filmpje kijken. Inderdaad, dankjewel. Mijn verstandige dochter. Dit. En dit voor in het vliegtuig. En we gaan eerst die openmaken. Nou, zo moeilijk. Nou, pak die andere. Ik wil die andere eten. Ik wil deze niet eens eten. Wat? Nee, ik vind het niet eens lekker. Ik ga ze allebei eten. Ja, maar niet te veel, ja. Deze is niet lekker. Lekker? Deze is niet lekker. Wel! Hallo, rustig. Wel warm. Alleen deze is lekker. Deze twee zijn niet lekker, deze is lekker. Zonde van mijn geld. En welkom bij een nieuwe dag. Wij zijn inmiddels al terug en Celine die gaat morgen naar school. Dus wij hebben vandaag even met Ashley en Jaylin hebben wij even spulletjes gekocht. Kijk trouwens even, ga verstaan. Ik wil even de link hieronder doen. We hebben ook even een jas gekocht, want het was een beetje koud. En deze was best wel leuk. Felroze. Normaal ben ik daar niet zo fan van, maar goed. Doe hem even aan. Die was van de Rivette, was maar 25 euro. Dan hebben we, omdat school begint. Ja? Een sportsetje. Ook van de River voor gym. Die kunnen we morgen wel eventjes aanpassen. Daar heb ik nu geen zin in. En dan de schoolspulletjes. Celine kijkt altijd van die YouTube filmpjes dat ze aan het kleuren zijn. Toch niet? Mm-hmm. En dan kleuren ze dus altijd met deze pennen. Ja. En die hadden we nooit gezien. Maar we waren nu bij Hudson Bay. En ze waren eigenlijk 14 euro. Maar was 30% afgeprijsd. Dus ik heb volgens mij 9 euro voor betaald. Dus dit. Celine houdt niet van kleuren met potloden. Celine heeft een etuietje. Ik heb niet alles. Met glitter of iets zit erin met citroma in. Lekker douchen en naar bed doen. Morgen is gewoon weer school. Ik hoop dat iedereen die morgen nu ook naar school gaat een fijne dag heeft. Ja, hè? Ik hoop dat jij ook morgen een fijne dag hebt. Oké, we gaan even weg. Ik ga naar bed doen. Doei!